Bij het carillon op het Valjansplein is vandaag het startsein gegeven voor de week van het klinkend erfgoed Suriname. Deze week wordt georganiseerd door de stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. De stichting doet dat met medewerking van Rudy van Straten, senior specialist orgels, klokken en openbare tijdsaanduidingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Peter den Oude, pianist en organist. Telesuur heeft als beheerder van het carillon wederom haar medewerking verleend aan de organisatie van de Klinkend Erfgoedweek. Roy Belfort, manager PR van Telesuur, die waarnemend directeur Mike Antonius vertegenwoordigde, zei dat het carillon 41 jaar geleden werd geschonken aan het parlement door de Tweede Kamer van Nederland. Deze schenking was in het kader van de proclamatie van de onafhankelijkheid in 1975. Vanaf 1978 is het beheer en onderhoud in handen gegeven van het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur. Sinds de ingebruikname van het klokkenspel in 1978 heeft Telesuur zich beijverd als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemer om het carillon in goede staat te houden. In de achter ons liggende periode is het carillon 3 keer gerenoveerd. Het carillon, dames en heren, behoort tot de unieke collectie van het klinkend erfgoed in de historische binnenstad van Paramaribo op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Belfort verzekerde de aanwezigen dat Telesuur alle voorstellen en aanbevelingen ten aanzien van het carillon zal doorgeleiden naar de assemblee, die de eigenaar hiervan is. De directeur van cultuur, Stanley Sidoel, die de week officieel opende, legt uit wat verstaan wordt onder klinkend erfgoed. Het is alles wat te maken heeft met de orgel, dus pijporgel die we in de kerk kennen. Uurwerken, zoals die we bij de Toren van Financiën kennen. En klokken. Dat zijn ze klinkend erfgoed in Suriname. En natuurlijk, het is erfgoed. En wij willen met de week van klinkend erfgoed, die wij dit jaar introduceren, het bewustzijn, de awareness over het belang en de grote waarde van dit erfgoed, het klinkend erfgoed, benadrukken bij het breder publiek. Dat is het belangrijke. Een ander belangrijk aspect van de week van klinkend erfgoed is dat we inderdaad het onderhouden, de kennis en de capaciteit om het te onderhouden, niet alleen, maar ook om het te bespelen en verantwoord gebruiken, dat we dat ook stimuleren, bewustzijn stimuleren, de capaciteit versterken en draagvlak creëren. Sidoel gaf verder aan dat de regering toestemming heeft gegeven om toe te treden tot de UNESCO-conventie ter bescherming van het immateriële erfgoed. Onder immaterieel erfgoed wordt verstaan culturele tradities en gewoonten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Volgens Sidoel is het de bedoeling de Week van Klinkend Erfgoed tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken.